is Punch-Out. Punch-Out. Zorg dat je het onthoudt, de plek waar je carrière begint of ophoudt. Toen ik begon was ik 17, ik was nog wel jong. Ja, ik keek al 6 met 12 naar Punch-Out, dacht ik was gewoon ready voor Punch-Out. Ik had een goede auditie neergezet, daarna had ik een battle tegen Cooper, was wat minder. Ik heb mezelf ontwikkeld en ja, nu sta ik in de laatste 16, dus ik ben trots op mezelf. Ja, ik zeg wees jezelf. Ga niet een karakter nadoen wat je zelf niet bent. Want dan kom je nep over en dan heb je geen crowd response, man. Dus wees jezelf. En ja, wees origineel en wees uniek. Vooral origineel, man. Dat kan ik je meegeven. Even kijken, algemeen. Ik tegen Clint, man. Laatste battle. Ja, man. Tegen Clint. Ja, mijn beste battle was wel tegen Clint. Vind ik zelf. Gewoon over algemeen, ronde 1, 2, 3. Is goed, stabiel. Ja, toch. Ik woon gewoon in Enschede. Ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven. Dus ik heb familie en matties daar wonen in Eindhoven. Dus daar ben ik vaak, man. Dus soms naar Brussel. Dan naar Lommel, een beetje reizen, family. Ja, maar gewoon van je leven genieten, weet je toch? En ja, school nog steeds, man. Het is mijn laatste jaar, januari studeer ik af. Dan heb ik eindelijk niveau 4 diplomaatje. En dan ga ik op muziek focussen, man, denk ik. Ik denk, serieus. Chopper053, volg me op Snapchat. Chopper053, Enschede, SO. Het is nu meer van, ik ben nog jong, 19, bijna 20. Het is meer van proeven. Een beetje proeven hoe de rap game is. En vanuit daar gewoon opstapje gebruiken, misschien zo'n namotje. Vanuit daar gewoon verder groeien. En battelen blijf ik wel doen, denk ik, man. Dus battelen zit in me, dus dat blijft. Waldo. Een van de moeilijkste. Ja. Voor mijzelf. Weet je dat ook? Laten we zeggen, neem mijn kleur zwart en wit. In mijn vorige battles was ik zwart. Tegen Waldo ga ik wit komen. Ja, man. Ik vind Waldo sowieso een van de beste battle rappers in Punch-Out. Vooral door zijn jokes en gewoon om wie hij is, snap je? Hij is gewoon zichzelf. Hij doet niet een ander karakter na. Hij is gewoon zichzelf en ja, zijn personage en zijn uiterlijk is ook gewoon grappig. En vooral als iemand zulke lines erop, dan is dat extra grappig. Dus dat is wel pakkend, dus, maar hij heeft ook wel zwakke punten, dus dat weet ik ook wel. Dus, weet toch, scherp. Ik vond... Ja, tegen Craven the Hunter, man. Hij heeft Craven the Hunter echt gewoon... Ik kras die rode stipper af en gewoon ook nog een Big Mac menu. Hou op, man. Ja, toch, maar die shit is voorbij. Komt goed. Ik ben ready. Bij mijn audities vroeg Demo. Als we naar Demo, weet je wat ik zie. Hij zei van... wat kunnen we van jou verwachten in Punch-Out? Ja, en daar hou ik het op, man. Gewoon trucendoos, alles. Ja, man. Dus trucendoos. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, leukste battles denk ik wel Nuzi tegen Eerste Keus, man. Nuzi is gewoon sterk. Vooral als hij niet choked, is hij echt op zijn A-game, dan is hij gewoon een monster. Ja, en Eerste Keus met zijn attitude van I don't give a fuck, snap je? Dus dat wordt echt een toffe battle, man. Daar heb ik echt zin in. Ja, man, ik denk toch aan... Als Waldo mij voorbij gaat, heeft Waldo echt heel grote kans om te winnen. Als hij mij voorbij gaat. Maar, man, dat is een beetje moeilijk toch? Ik denk wel. Stef, denk ik wel. Hij gaat nog verrassender komen, denk ik. Waldo, ik wens je veel succes 25 juni, toch? 25 juni wens ik veel succes. Ik hoop dat je sterk komt, ik hoop dat je goed komt. En ja, man, ja, mogen de beste winnen. Meer heb ik niet te zeggen, man. Ciao. Mensen, 25 juni, Punch-Out Battles, 16e finales. Ik zeg, wees erbij. Het zijn harde battles, harde MC's. En van mij kan je gewoon veel vuur verwachten. En koop je kaartje, man. Punch-Out Battles.nl. Bang.